Yo, kijkers van Watchmaker, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. We zijn hier vandaag met een nieuwe video over hoe jij voor Minecraft 1.14 Optifine plus shaders gaat installeren. Of hoe je dat überhaupt moet doen. Heel simpel, zoals jullie kunnen zien, 1.14 is uit in de titel. Eigenlijk ondertussen zijn er al wel flink wat nieuwe updates geweest. Er zijn al een aantal nieuwe pre-releases geweest. Je kan het hier al wel zien, 1.14.1 is uit. En de 1.14.2 pre-release 3 is ook al uit. Dus ongeveer een weekje duurt het nog voordat je überhaupt 1.14.2 kan spelen. Dus niet voor de 1.14.1 of 1.14.2 update. Maar voor de 1.14.1 is er Optifine plus shaders. En dat wil jij vast wel zeker weten hoe je dat gaat installeren. Nou, hoe ga je dat doen? Je gaat gewoon heel simpel. Ga je naar internet, naar je browser toe. En dan zie je dit in... Wow. What's your jigger? Geweldig kanaal. Ik zou, als ik jou was, eventjes een duimpje omhoog doen op de video als je dat aan het doen bent. En even op dit geweldige kanaal gaan kijken. Nou goed, hoe ga je dat doen? Je opent een nieuw tabblad. En dan ga je naar Optifine. En dan tik je dat in. Dan verschijnt hier een hele reeks met websites. Maar je moet gewoon naar Optifine.net toe gaan. En dan komt het vast wel goed. Dus klik daarop. En dan zie je dus Optifine. Optifine is dus eigenlijk een standaard mod die je eigenlijk altijd wel graag voor je Minecraft wil installeren. Waarom? Omdat het voor betere performance zorgt. Maar je kan ook allemaal extra dingetjes zien. Je ziet bijvoorbeeld als je gedoneerd hebt voor een cape, kost je 10 euro. Dan kan je dus van iedereen die een Optifine cape gedoneerd heeft, kan dus zeg maar een Optifine cape dragen en dan kan jij hem ook zien. Maar goed, we gaan even naar de downloads en bij de downloads dan zie je dus 1.13.2. En dan vraag je je af, huh? Waar is 1.14? Je had het toch over dat 1.14 uit te slijmen? Wat is dit nou weer voor oplichterij? Het kan zijn dat er in de tussentijd wel wat dingen veranderd zijn, maar vanaf vandaag, dit moment, moet je dus even gaan kijken naar de preview versions. En dan zie je een aantal variaties staan van dingen die allemaal uitzien. Je ziet 1.9.0, je ziet 1.11. En daar hebben we helemaal geen ballen verstand van, want wij willen graag de Optifine 1.14 HDU F1 Pre 3. Oftewel de derde pre-release die uit is voor 1.14. En wat doe je dan? Je gaat naar download. Dan zie je dus dat je bij een of andere Bitfly komt. En dan krijg je dus een hele mooie please wait voor een paar seconden. Dat duurt dan eventjes. Druk op continue als dat werkt. Dan moet je nog wat langer wachten. Geweldig. En dan kan je hier op skip add drukken. Dan word je weer teruggestuurd naar de website. En dan staat hier download de preview version Optifine 1.14. En dan klik je op. Hoppa. En dan zegt hij van dit type bestand kan schadelijk zijn voor je computer. Maar dat is niet zo. Oh hier, we krijgen gelijk een update. En dan zie je hier dus dat die gedownload is. Dan klik je hierop. Ga je naar weergeven en map. Vergroot je die. En dan zie je hem hier wel staan. Ik heb hier de versie 1 pre 2. Maar ondertussen is die alweer geüpdate. En dan klik je hier twee keer op met je linker muisknop. En dan zie je hier staan Optifine HD Ultra F1 Pre 3. En die moet je dus gaan installeren, dus dan druk je gewoon heel simpel op install. Je moet wel één keer 1.14 hebben gerund op je computer voordat je het überhaupt kan doen. Maar goed, dan heb je hem dus geïnstalleerd. Zo simpel is het al. Nou, dan klik je al je browsers weg en dan ga je naar Minecraft. En dan ga je dus op zoek naar je bestand. Hoe ga je daar nou komen? Heel simpel. Je gaat hier, oh wacht, volgens mij zag ik hem al staan. 1.4, oh nee, dit is de .t. Je gaat naar je opstartinstellingen. Dan ga je vervolgens naar nieuwe toevoegen. Dan selecteer jij jouw bestand. Hier zie je het wel staan, de snapshot 1.14.2. Nee. Nou, het blijkt dus dat je toch eventjes je Minecraft, als je die hebt opgestart, dat je die even opnieuw moet opstarten. En dan zie je hem hier wel staan, release 1.14 Optifine HDU F1. Nou. Goed, je hebt hem opgestart, dan ga je hier weer naar nieuws, selecteer je dus je profiel, dus zie je hem hier wel staan, 1.14. En dan laat je hem even lekker opstarten. Nou, vervolgens, zoals je kan zien, start je dus je Minecraft helemaal op hier. Wow, wat een fullscreen. Het is ook een nieuwe background, zoals je kan zien, het beweegt heel veel. En dan ga je gewoon even naar de singleplayer. Start je dus je wereld die je al hebt ingeladen, waarom dat ik dat heb gedaan. Dat kan ook weer even duren. Nou, kijk, en dan zie je hier dus dat jij in je Minecraft-wereld bent. Maar je ziet nog geen shaders. Je hebt gewoon alleen nog maar standaard je Minecraft aan. Je ziet gewoon helemaal niks. Hoe ga je dat nou doen? Je gaat naar Options. En dan zie je Video Settings en dan kan je hier je shaders gaan selecteren. Dus we gaan eventjes een hele simpele en light versie selecteren. Je kan ze downloaden. Voilà, ik heb shaders in Minecraft 1.14, boys.
En hij doet het dan best wel goed. Kunnen we even lopen. Nou, en zo heb je dus eigenlijk gewoon shaders in 1.14. Dus mocht je zelf nog wat dingen willen aanpassen, om het meer gevoel te geven dat je wat smoother kan spelen, kan dus ook nog even deze naar fast zetten. Ik zou sowieso je render distance niet al te hoog zetten. Het is wel handig. Smooth lighting kan je ook opdoen. Brightness zou ik gewoon full zetten. Even kijken, we hebben hier ook nog details. Je kan er... Oh, de wolken staan uit. Mooi. En zo zie je al wel, dan krijg je al wel gelijk wat meer frames erbij. Ik zit nu op 100 frames. Een stabiele 81 frames, als ik het goed heb. Het ziet er nog best wel leuk uit. Zo. Dus wil je Minecraft 1.14, wil je dat met Optifine gaan spelen? Klik dan eventjes op de link in de beschrijving. Doe natuurlijk ook even een duimpje omhoog als je het nog niet hebt gedaan. En kijk hoe ik dit paard bereid. Wow, ik kan op een paard rijden. Oh my god, kijk. Hij wil me niet. Doe even dus dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchjacker voor meer van dit soort video's. Dat jij up-to-date blijft over hoe jij dingen op 1.14 kan installeren. Überhaupt de Kingdom. Als je daarin geïnteresseerd bent, kan je dat natuurlijk ook volgen. Moet je even abonneren. Lekker abonneren. Hey jongens, en nog veel speelplezier op Minecraft 1.14 met je nieuwe Optifine en Shader Pack, als je dat nou hebt. Mocht iets niet lukken, laat natuurlijk even in de reacties weten wat er niet werkt. En misschien kan ik je wel helpen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later, later.